Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we nog eens een vlog maken en ik weet niet echt wat ik ga doen vandaag. Het is fucking kut weer en dat is geen grapje. Maar ik heb zo net iets gelezen op mijn computer en what the fuck. Bomalarm in Blankenbergen, what the fuck. Kijk, zie jullie die plek? Daar gaan we even naartoe, let's go. Dan gebeurt er eens iets in Blankenbergen en dan is er niks. Dan denk ik dat er een bom gaat ontploffen, maar eigenlijk is er niks. En snap je, Blankenbergen is saai. Zijn dat zo van die momenten dat ik zelf denk van jee, er gebeurt eens iets. Dan gebeurt er niks. Dan doe ik moeite om daar naartoe te gaan. Dan is er niks. Ah, oké, wel gewoon weer een verdachte koffer in Blankenbergen. Blankenbergen kon weg zijn. Het kon echt zijn. Let's fucking go. Oké, dus. Long story short. De bommelding in Blankenbergen was geen groot succes. Er was niks. Er is gewoon een koffertje gevonden. Waar zit ik nu aan te denken? We hebben hier een iPhone 6S. Lang verhaal waar hiermee is gebeurd. Eigenlijk echt niet lang. Hij is in het toilet gevallen. Deze iPhone werkt eigenlijk nog. Behalve de camera en zo. En alles is een beetje fucked up, maar dit is dus de iPhone 6. Ik veel welke het is. Dit is gewoon de iPhone 6. Mijn idee, we typen deze grote bom aan deze iPhone en we laten die bom ontploffen. Zoiets dus. Het is een grote bom met een iPhone 6 eraan geplakt. Het is echt een dom idee, maar we gaan het toch doen. Ik weet niet echt wat ik van deze bom moet verwachten, maar ik hoop dat er niet nog een bommelding wordt gebeld in Blankenbergen. Want dit ziet er toch wel redelijk heavy uit. De Poolse nitraat of zo, je kan ermee beton slopen. Je kan er deuren mee inblazen en zo. Het enige wat ik nu nog nodig heb om te beginnen is een... Oh my fucking god, ik heb geen cameraman. No, chill! Oké, voor het beginnen gaan we eerst de cameraman zoeken. Dat gaan we echt doen, dat meen ik. Let's go. Dit is zelfgemaakte yoghurt, a.k.a. fucking zure melk. Ik moet ook een aansteker vinden. Maar ik rook niet, dus waar de fuck ga ik dat vinden? Toevallig ligt er eentje in mijn vuilnisbak, toevallig. Safe. iPhone die ik niet ga opblazen. Beetje zo altijd als je zak maakt, vergeet je dingen, dus je moet goed nadenken. Veiligheidsbril. Check. Oké. En nieuwe cameraman fixen. Als dat ooit lukt, dan... Let's go. Oké, ik ben bij het station. Hier ga ik misschien wel iemand vinden die gay genoeg is om mee te helpen met mijn kutvideo. De treinen zijn wel afgeschaft omdat er iets is gebeurd. Maar er zijn wel genoeg mensen. Yo. Do you wanna make a video with me? Het is geen succes. Hey jij! Er is een plek waar het allemaal gaat gebeuren. Ik weet eigenlijk echt niet of dat slim is. We staan hier bij je station. En er is net een bommelding geweest in Blankenbergen. En eigenlijk kunnen we hier ook niet uit. We zitten echt gesloten, dus we moeten langs het... Snap je? Kijk, ik ga je niet langer laten wachten. Eigenlijk wel. Voordat ik die telefoon ga opblazen, ga ik eerst iets anders doen. Kijk dit. Ik heb bloem. En ik dacht dat het wel cool zou zijn als ik daar gewoon een bommetje steek en dan... Boom! Klinkt veel cooler dan het is waarschijnlijk, maar let's go. Ik word gebeld. Yo, wat is er? Yo, Milo. Hey Milo, we gaan de telefoon opblazen op het strand. Oké, ik zie je nog. Oké, het is tijd. Dames en heren, het is tijd. Ik ga stoppen met lullen en deze iPhone gaat naar de kloten. Het plan is, we doen dit. Dan halen we de simkaart of de SD-kaart uit de camera en dan lopen we weg. Oké, let's go. Holy shit. Kijk, dames en heren. Zweet. RIP iPhone. De camera en alles er gewoon uitgevlogen. Nieuwe iPhone, de iPhone 7. Nu moeten we echt weg, want ze hebben ons... Oké, die redders hebben ons door. Shit. Oké, dus de redders kwamen. Christy is waarschijnlijk al gebeld. De iPhone is kapot. Milo! We zijn een vriend kwijtgeraakt. En nu is het tijd om de SD-kaart uit de camera te halen en gewoon weg te lopen. Let's do that. We zijn terug in mijn kamer en... Ik weet hier echt nou, ik weet het zelf eigenlijk ook niet goed. Maar ik heb wel een nieuwe aanwinst. En dat is deze geweldige schoolboeken. Snap je? Waarom zou je nu schoolboeken versturen? Het is zomer. Studieshops.be. Fuck jullie. Het is alsof ze zeggen, joh, het is nog vakantie, maar je komt wel al bijna terug naar ons. Daar betalen wij voor. Weet je hoeveel die shit kost? Ja, er staat hier geen... Er staat geen prijs op. Snap je? Dat is gewoon te veel. En nu ga ik deze video editen en ik zie wel nog of er iets leuks gebeurt in mijn dag. Ja, let's go. iPhone, doosje. Steek die iPhone in het doosje of zo, weet ik veel. Perfect. Sorry mama. Kijk, mag ik film? Ja, hè. Maar ik weet dat je al
lang geen iPhone hebt, heb ik een iPhone voor je gekocht. Dat je dan ook gewoon een goede telefoon hebt. En omdat je altijd zegt dat niks voor je doet. En omdat mijn eentje ook zei dat we moest doen. Het is echt een goede gsm. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is echt waar. Dank u. Ga je niet open doen. Ga je niet kijken. Ik kan eerst kijken voor je. Doe dan een keer iets voor je en dan. Het is echt een telefoon. Het had toch geen beeld. Nee, het is echt de iPhone. Ja, ja. Het is echt de telefoon. Draai hem om. Het is echt de iPhone. Psych! Je geloofde het wel 1 seconde of niet. Dank voor het kijken naar deze video. Deze video draagt bij aan het Steun Nathan Fonds. Het fonds waarin het geld komt voor mijn leven en zo. Shut the fuck up! Fucking kut mee, we! Leven is niet makkelijk als YouTuber. En een like wordt geapprecieerd. De harde wereld, het verdient niet goed en de belastingen zijn duur. Camera uit en bespaar een beetje batterij. Dank dat.